gebrek aan een gedegen controle loopt de staat jaarlijks miljoenen US dollars mis aan inkomsten uit de houtsector. Het opvoeren van de controle is daarom een van de belangrijkste aandachtspunten in het reorganisatieplan van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB. Dat zegt directeur Stanley Batterson. Hij zit intussen al bijna een maand in die functie. Het samenstellen van een reorganisatieplan is een van de opdrachten die de stichting heeft meegekregen van de president. We hebben gezien dat het een redelijk professioneel bedrijf is. Maar alles wat hier is opgezet aan infrastructuur, daarmee moeten mensen werken. En soms maken die mensen fouten. Maar het is ook mogelijk dat zaken moeilijk worden nagelaten, waardoor de staat inkomsten misloopt. En daarom is een van de belangrijke dingen die de president wil, is dat de controle omhoog gaat. Controleniveau, en daardoor hebben we ook naar een vliegende brigade ingesteld. Maar ook vanuit het bedrijf hebben we ook extra controlemechanismen ingesteld. Met verrassingselement, waardoor mensen wakker worden, mensen die met gedachten rondlopen, die tegen de wet zijn, om die af te schrikken. Als onderdeel van de opgevoerde controle is de vliegende brigade ingesteld. Dit is een samenwerking tussen de SBB, de politie, de douane en andere controlerende schakels. Ook de medewerkers worden in het vizier gehouden. Het gaat vooral om zij die giften aannemen en daarmee illegale praktijken toelaten. Er zijn vermoedens dat dat gebeurt. En we hebben signalen de deur uit toe gaan van wie betrapt wordt op zulke praktijken, dat het meteen ernstige gevolgen zal hebben. Dus er zijn signalen van, ik ga dat niet onder het stoel of banken schuiven. Maar we doen mensen de gelegenheid geven om te herstellen, om een ander pad te bewandelen. Dus hoe we weten dat het er is, het is inderdaad publiekheid, maar het is er. We hebben harde bewijzen, zijn er nog niet, maar zijn indicaties, omdat we prikacties hebben uitgevoerd en daar hebben we gezien dat er ook wel wat gebieden zijn. Tot zover SBB-directeur Stanley Batterson. Hij sprak over de verhoogde controle in de houtsector. De bedoeling is om dit plan op 26 februari gereed te hebben en aan te bieden aan de president.